hoe moeten ze dan zo snel mogelijk eruit? Niet eigenlijk. En... Hoi! Hi! Het is 31 maart 2016 en wij staan in de binnenstad van Den Haag. Achter me zie je de Grote Marktstraat. Ja, waarom zijn we hier? Nou, het is namelijk zo dat de Grote Marktstraat wordt heropend. Een heleboel panden zijn gerenoveerd, sommige panden zijn gesloopt en er zijn weer nieuwe panden bijgekomen. En natuurlijk is de verlichting is veranderd. Ik kan me nog herinneren, een tijdje geleden toen waren we hier ook. Toen moest de bloemkiosk hier weg. En omdat er ook kroonluchters zouden komen. Nou, het zijn geen kroonluchters geworden. Maar ja, hoe je het wel kan noemen, weet ik eigenlijk ook niet. In ieder geval ziet er sierlijk uit. En ja, we gaan even maar kijken hoe we dit feest gaan beleven. Ik heb wel al meteen één punt. Het is hartstikke druk hier in de stad. Ook vooral bij de Grote Markt, want er is een heleboel dingen te doen. In ieder geval lekker veel kraampjes om lekker wat te kunnen eten. En ja, gewoon een heleboel andere leuke activiteiten zijn er. En ja, ze hebben het afgesloten hier met hekken. Alleen bij de Ecoplaza, precies op dat hoekje daar. Daar kan je naar binnen, in ieder geval de Grote Marktstraat op. Nou, stel met die drukte, al die mensen, weet je, het feest is voorbij, die mensen die gaan weg. Ja, die moeten toch ergens naartoe. En dan moeten ze allemaal via dat hele kleine poortje daar gaan. Nou, ik snap het niet echt precies, maar ja, dat zal wel. We gaan in ieder geval beleven van hoe de Grote Marktstraat ooit heropent. Gaan jullie met ons mee? Nee? Dan niet. Nou, ik sta dus op de Grote Marktstraat en ja, het is hartstikke druk hier en ja, ze hebben een fietspad en een looppad aangelegd hier. Maar het is eigenlijk niet duidelijk om te zien van wat is nou het looppad en wat is nou eigenlijk het fietspad. Ik sta nu op het voetpad en dit moet voor me, dit moet het fietspad zijn. Nou, zoals je kan zien, deze meneer die loopt dus op het fietspad. En ja, het is allemaal een beetje onduidelijk. Zoals je ziet hier omheen, mensen hier lopen gewoon. Ja, er komt een scooter voorbij, hop, en ja, het is een beetje onduidelijk, het is een beetje chaos. Het is van, ja, waar is nou het fietspad, waar is nou het voetpad eigenlijk? Dus want ja, nou sta ik eigenlijk op het fietspad. Ja, hoe zie je dat? Ja, het is een beetje hier verlaagd, maar als je nou duidelijke tekens aangeeft, of misschien een andere kleur steen, ja, misschien is het dan makkelijker. In ieder geval, het is een beetje verwarrend voor de mensen, merk ik. Ik sta hier voor de nieuwe passage. Hartstikke mooi gebouw geworden, leuke winkeltjes zitten erin. En ja, dat verwacht je natuurlijk ook met een heropening van de Grote Marktstraat. Maar ja, de Grote Marktstraat is niet helemaal vernieuwd. Want op sommige punten van de straat staan er nog best wel oude, verloederde panden eigenlijk. Maar ja, als ze daar nog ook wat mee gaan doen, dan is inderdaad de Grote Marktstraat helemaal. We gaan eens kijken of de, ja, of de mensen het eigenlijk wel begrijpen van waar ze nou moeten lopen. Het fietspad, het voetpad, weet jij toevallig wat het is? Nou, we gaan het even aan de voorbijganger vragen. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, maar ze rijden hier ineens, ze rijden allemaal op de stoep. Of ja, is hij nou wel een stoep? Nou weet ik het zelf niet meer. Ja, het is niet echt duidelijk hè, van wat nou het fietspad is en wat nou het voetpad is. Ja, hier kan ik niet lopen, dus ik moet hier lopen. Maar ik weet het zelf niet. Mag je hier nou lopen of niet? Nee, je mag hier niet lopen. Dit is nou het fietspad. Wat staat het aangegeven dan? Moet het een kleurtje hebben of niet? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat zou je wel denken inderdaad. Maar het is inderdaad best wel verwarrend, want u weet het zelf dus ook niet. Ik weet het niet, nee. En ik kom hier uit Den Haag, maar ik weet zelf niet meer waar ik mijn hand te houden heb.
Ik snap het niet, meneer. Nou, dat zal ik u vertellen. Daar is het voetpad. Ja? Laten we daar gaan staan. Ja. Daar kan ik niet door, dat is heel druk. Ja. Maar daar zie ik ook fietsers doorheen gaan. Ja, het is een beetje verwarrend, want zelfs mensen met de fiets, die lopen op het fietspad. Ja, dat begrijp ik. Dat heb ik in de gaten. Ik snap er zelf helemaal niks van. Ja, echt hè? Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Ja, bedankt. Oké. Okay. Kan jij duidelijk zien wat hier het fietspad of het voetpad is? Nee, dit vind ik echt belachelijk. Er lopen mensen met de fiets lopen gewoon op een fietspad en mensen fietsen op het looppad. Ja, dat is toch niet normaal? Verkeerd, joh. Ze moeten dat echt gewoon veranderen. Oké, okay, en wat vind je nou van de Grote Marktstraat geworden? Dat is wel mooi. Passage en zo, nieuwe dingen vind ik wel. Ja, ziet er leuk uit. Wat wil je zeggen? Dat wil ik dynamiekjes voor vasthouden. Nee, helaas. Hey, maar niet alle panden zijn gerenoveerd, hè? Dat zou best wel kunnen, ja. Wat vind je er nou van? Net als je hebt daar het oude V&E. En wat vind je daarvan? Dat die, ja, het is een oud pand, het is best wel lelijk. En dan zeggen ze heropening van de grote Marktstraat. Dames en heren. Ja, ik denk dat ze denken. Dat ze, ja, ik vind het gewoon raar, ja. Ik vind het gewoon raar, ja. Als je iets renoveren, moet je gewoon 100% renoveren. Want niet alles moet je. Je laat sommige dingen gelijk gewoon open, joh. Ja, toch? Ja, ik zou zeggen, nog veel plezier, jongens. Wij moeten, Den Haag moet gewoon, MOP, moet gewoon alles goed maken, gerenoveerd. Money over. Gewoon. Thaibox moet gewoon goed, alles moet gerenoveerd worden. Als mensen renoveren, moeten ze niet één deel laten. Moet 100%! MOP! Nou, zelfs de jongeren zeggen dus, meer investeren in de binnenstad van Den Haag. Ja, wat is uw mening daarover? We moeten dit moment natuurlijk wel officieel maken en daarvoor hebben we ook officiële mensen nodig. Mag ik een groot applaus voor wethouder Boudewijn Revis, oud-wethouder Marjolein de Jong en Jelmer Prinsen namens de ondernemers hier in de Haagse binnenstad. En dan ga ik toch eventjes beginnen bij de vrouw waar het allemaal bij is begonnen. Marjolein de Jong, in jouw wethouderschap dacht jij, de Haagse binnenstad, die kan wel wat gebruiken. Die moet een beetje opgeknapt worden. En als je dan zo kijkt, ben je dan tevreden over het resultaat? Nou, ik niet alleen. Als ik zie hoeveel duizenden mensen hier staat, wordt het een knaller. En als we zo blijven knallen zoals het geluid net was. Nee, het is heel mooi. Het is ruim, het is breed. Iedereen kan er terecht. Je kunt lopen, je kunt fietsen, je kunt je boodschappen doen. Je kunt lekker zitten en zometeen prachtige verlichting om alles eens goed te bekijken. Nou, ik ben blij dat je het verklapt. Ik had het gewoon bij het spectaculairs gehouden, maar de mensen weten het al. Marjolein, dank je wel. Ja, wethouder Boudewijn Revis, nu toch wel verantwoordelijk voor de binnenstad op dit moment. Waarom is het nou zo nodig dat wij zo'n binnenstad hebben als een stad als Den Haag? Nou, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je hier ons fijn kan shoppen. Niet alleen voor alle Haaginezen, Hagenaars, maar ook voor mensen uit de hele regio, uit heel Nederland. Dat is goed voor onze economie. Hier hebben heel veel mensen uit Den Haag een baan. We laten het ook graag met trots zien. Mensen blijven graag hangen in de stad. Dus dat is heel belangrijk aan deze grote Marktstraat. En als je nou denkt aan de Kalverstraat in Amsterdam, maar je kijkt hier naartoe, dan denk ik van nou, dat hebben we vet gewonnen. Dit is de allermooiste winkelboulevard van heel Nederland. Kijk. Nou, van Rotterdam kunnen we sowieso winnen met die lelijke koopgoot. Dat is niet zo'n probleem. Sorry alle Rotterdammers, maar het is wel een lelijk ding. Dan, Jelmer Prinsen namens de ondernemers van de Haagse binnenstad. Waarom zijn ondernemers hier nou blij mee? Omdat dit denk ik een nieuwe entree is van de hele binnenstad. En ik denk een entree ook om er heel erg trots op te zijn. En dat met als hoogtepunt dit multiculturele festival. Dat zijn ook mooie woorden. Tot slot, wethouder Boudewijn Revis, toch even. Wat vindt u nou het mooiste hieraan? Nou, het is natuurlijk een fantastische straat met mooie bestrating. Ik kan er niks van zien, want het staat vol met mensen en die mooie verlichting. Maar er komen hier ieder jaar 7 miljoen mensen. We hebben de straat samen met de ondernemers ook ingericht. Dank voor die samenwerking. En de komende tijd gaan hier ontzettend veel mensen, meer dan die 7 miljoen per jaar, ook van genieten. Dat vind ik echt het mooiste dat er is. Mensen blij maken en trots maken op onze stad Den Haag. Kijk, en daar horen jullie natuurlijk allemaal bij, want wij kunnen gaan shoppen. De mannen die denken, oh, daar gaat de portemonnee. En wij vrouwen denken, yes, yes, we kunnen shoppen. Goeie ketens, ik zie hier, ja, goede verlichting. Mooie vloer die we straks later nog gaan zien. Dames en heren, een officieel moment, daar hoort natuurlijk ook een rode knop bij.
zijn jullie er een beetje klaar voor? Nee, zijn jullie er echt klaar voor? Wow, oké. Okay. Het gaat wel echt heel erg gaaf worden, dus dan nog één keer de vraag. Zijn jullie er echt, echt, echt klaar voor? Ja! Zo hoor ik het graag. Ik zou willen zeggen, we gaan lekker met z'n allen aftellen, want het is wel onze Haagse binnenstad. Dus dat mogen we eigen maken. En daarna verzoek ik om allemaal vooral naar boven te kijken. Zijn we er klaar voor? Ik zeg, verzamel jullie bij de knop. Dan gaan we aftellen. 5. Doe mee. 4, 3, 2, 1, 0! Nou, zoals je zag, Boudewijn Revens heeft het licht verstaan geopend hier bij de Grote Marktstraat. Nou, wat is uw mening over de lampjes? Ik vind ze, ja, ze lijken wel op eigenlijk op fuiken, hè? Visfuiken. Waar je vroeger de vis mee vangt op Scheveningen. Daar lijkt het wel een beetje op. Nou, het feest is achter me, gaan nog even lekker door. En wij gaan terug naar de studio, want het begint wel koud te worden hier, hoor. Hey, tot volgende.